Wat is, Connie, jouw definitie van concentratie? Toewijding zou ik als eerste woord noemen, toewijding. En het maakt dus niet per se over, dan denk ik niet alleen aan het schrijven van een boek, dat je daar aan toegewijd bent, maar ook in je toewijding in een vriendschap of... je bent bijeengeraapt, je bent tot één punt teruggebracht en dat wijd je aan iets of iemand. Als ik dan meteen een hele grote stap mag nemen, denk je dat de wereld ten onder gaat aan een gebrek aan concentratie? Is de vraag of de wereld ten onder gaat? Nee, de wereld niet, maar de mensheid. Als je zegt van wat er op dit moment een beetje aan ontbreekt, naar mijn gevoel, is die toewijding. Ik weet het niet, want toewijding heeft ook een hele gevaarlijke kant. Hè? Voordat je het weet, zit je bij de fanaticus die toegewijd is aan een doel of aan een land of aan een geloof. Denk je, maak ik weer een sprong, ik zie het positief van toewijding, jij ziet het negatief van toewijding. Er zit dus een positieve kant aan concentratie, er zit ook een negatieve kant aan. Is het zo dat voor alles in het leven altijd geldt dat er net zoveel negatiefs als positiefs aan vastzit? Weet ik niet meer, maar wat ik wel vaak ontdek is als je langer over iets nadenkt, dat er bij wijze van spreken, hoe afschuwelijk het ook klinkt, het in het midden vrij goed is. Mm-hmm. En zodra je het extrapoleert en je komt bij de extremiteit van hetzelfde gevoel bijvoorbeeld, mm-hmm. Of van dezelfde houding of van dezelfde handeling, dat die inderdaad in een extremiteit altijd of extreem goed of extreem slecht wordt. Hoe komt het nou dat in de tijd van de Grieken er zo verschrikkelijk veel aandacht was, of is dat puur door wat er uiteindelijk is overgeleverd, maar zoveel aandacht was om na te denken hoe we ons leven zouden moeten leiden en echt richtlijnen nadenken over hoe het leven in elkaar zit, terwijl dat tegenwoordig nauwelijks meer mogelijk is om daar nog iets van naar buiten te brengen of in ieder geval iets leidends te zeggen, dat het onmiddellijk afgedaan wordt als eng moralisme of een, het is heel verbrokkeld geraakt, denk ik, hè? Ja. Je hebt tegenwoordig zoveel aanbieders van levensregels. Op hele slinkse manieren. Dat is zelfs al het vrouwenblad bijvoorbeeld. Merk je dat dat heel erg gericht is vaak op het geven van adviezen. Hoe een goede liefde eruit ziet, hoe word ik mooi oud of gezond oud. Of de leefregels zijn, vind ik, heel erg toegespitst geraakt op het lichaam. En tegelijkertijd heb je aan de andere kant die New Age-achtige verschijnselen. Mm. Dat je toch merkt dat er een zoektocht is naar andere richtlijnen, geestelijke verruiming enzovoort. Allemaal die vage, zo bijeengeraapte filosofietjes over. Maar moeten we wel het idee hebben dat in die tijd van de Grieken, dat ook dat die filosofen toen ook een enorme impact hebben? Of is dat gewoon iets wat, omdat het uiteindelijk zo uitgefilterd is, ervan gekomen is? Dat waag ik te betwijfelen, hoor. In hun tijd was het marginaal wat ze deden. Ja, bovendien werd het ook niet altijd opgeschreven. Die pre-Socratici, die teksten zijn nauwelijks overgeleverd. Het is niet zo bekend door hoeveel mensen ze gelezen werden. Er werd natuurlijk gedoseerd. Of zo'n Socrates die over de Agora liep en gewoon jongeren om zich heen verzamelde. Het is een beetje als Jezus Christus met wat discipelen aan zijn voeten. Maar over hoeveel jongeren heb je het dan? Je had niet de middelen van nu om een hele grote groep mensen te bereiken. Dus ik denk dat het een beetje een vertrokken beeld is, zowel dat ze er meer mee bezig waren, als hoeveel mensen je ermee bereikt. Ik denk dat jij met je shows meer mensen bereikt, en met de verborgen boodschap daarin, dan Socrates in zijn dagen in Athene.
Ja, maar ik heb de illusie dat als er tussen mij en mijn oeuvre 2000 jaar zit, dat ik niet meer zo veel impact zal hebben als Socrates. Ja, dat is natuurlijk inherent aan het geschreven woord. Voor Socrates mag Plato dankbaar zijn, want van Socrates was ook niks overgebleven, want die heeft nooit een letter op papier gezet. Dus die mag Plato dankbaar zijn dat hij het allemaal opgeschreven heeft. Maar kijk, jij hebt andere middelen om te bewaren. De digitale middelen, ja. Heb je de indruk dat concentratie wel een voorwaarde tot iets beweren is? Oh ja, dat denk ik zeker. Het is een voorwaarde sowieso om iets te maken. En heb je dan ook... Is er een weg naar concentratie? Je bedoelt een toestand of zo? Nou ja, dat je je erin kunt trekken. Oh, zo, de weg ernaartoe. Ik heb zelf de indruk dat zeg maar een goeroe, een meester, is permanent geconcentreerd. Een genie is 80% van de tijd geconcentreerd. Iemand met veel talent 60%. En dan gaat het af tot mensen die gewoon nooit geconcentreerd zijn. En als ik moet gaan werken, dan moet ik me in mijn concentratie trekken. Als ik op het toneel sta, dan is dat na 10 keer een show gedaan te hebben, schakel ik een knop om. Maar als ik me heb voorbereid op een nieuwe show, dan moet ik me gewoon 4 weken echt daarop concentreren. En vanuit het vertrouwen dat je dat al zo lang doet, is de concentratie makkelijker dan wanneer je het allemaal net kunt. Hè? Vaak ja. is een debuutroman geslaagd en dan krijgt een schrijver problemen omdat hij denkt, hoe deed ik dat? Nou ja, ik denk in ieder geval begint het al met het voornemen. Het voornemen om je te wijden aan iets. Ja, maar neem je je voor om je te concentreren of neem je je voor om iets te maken? Je neemt je voor, in het geval van het, in jouw geval het maken van een show of het maken van een boek, neem je je voor om iets te maken. En je weet wat daarvoor nodig is. Je weet dat je moet terugtrekken, dat je je tijd moet beschermen, dat je tijd niet versnipperd mag zijn, dat je je dagen schoon moet houden, dat je bij wijze van spreken 8 uur onafgebroken nodig hebt om op dat punt te komen waarop je waarop je iets kunt neerschrijven. Maar die andere vorm van concentratie, bijvoorbeeld die je nodig hebt in een vriendschap, ook die begint met het voornemen om die vriendschap te hebben, om die goed te hebben. Ik vind dat er zelfs concentratie nodig is om een maaltijd voor iemand te bereiden. Ook dan neem je je voor om dat te doen. Mm-hmm. En je bent er al een paar uur mee bezig van wat zal ik maken, wat vinden ze lekker. Je bent ook bezig met het je verheugen en de plezier van de ander, het genot. Dus het is allemaal een vorm van je bijeenrapen, eigenlijk samenkomen om één ding te doen. Maar jij ervaart concentratie ook als een genot. Ik ervaar dat als een genot, ja. Want ik heb eens een keer een filmpje gezien. Twee Amsterdamse dames kwamen terecht in Zuid-Frankrijk bij een kunstschilder die het niet gered had als kunstschilder, maar les gaf aan passerende autobussen met Amsterdamse dames. En was er een schuurtje en in dat schuurtje zat een raam. En dat raam was verdeeld in 8 vakken. En die twee dames, van die Jordaanese types, kregen dus een vel papier voor hun neus en allebei een potlood. En toen zei hij tegen die dames, teken dat raam nu eens. En ze begonnen allebei te zeggen, nee, dat kennen wij niet. En wat je dus gewoon zag, was de afweer, hè, dus de angst om zich te zullen moeten concentreren ergens op. Nee. Om even iets langer dan 2 minuten je mond te houden en te kijken naar hoe zit het nou in elkaar. Terwijl het gewoon niks anders dan een rechthoek met 4 strepen erdoorheen was. Ik ervaar eigenlijk deze hele tijd waarin we leven als een voortdurende woede of aanslag op concentratie. Mensen die zich willen concentreren, verstoren. En hoe komt dat? Wat zie je dan als de voornaamste
Wie is de schuldige? Wie ja, de... dat is altijd het probleem. Er is natuurlijk nooit een schuldige, omdat er geen zin aan het leven is, omdat er geen reden is waarom we bestaan, kan je ook nooit iemand echt de schuld geven. Maar je voelt gewoon dat het bijna verdacht is, zoals zoals je op de middelbare scholen ook jongens hadden die dan voor wijsneus werden uitgemaakt, omdat die gewoon ja, wel wilde leren. Dat was iets, dat deed je niet op de middelbare school. Ja, dat is beschamend. Maar er zit ook iets heel beschamends aan heel geconcentreerde mensen. Ze zijn namelijk vrij onbereikbaar. Hmm. Nogal afgesloten van hun omgeving. Nou ja, je kan het egocentrie noemen. Nee, dat ben ik het niet mee eens. Ik vind het niet egocentrisch. Tenminste, als ik mijn eigen concentratie beschouw, is die heel erg gericht juist op anderen. Of op de wereld, of op de gemeenschap, of om te duiden, om te begrijpen. Dus daar moet je je wel voor afzonderen, maar dat gaat gepaard met een grote betrokkenheid op anderen en op een wereld, op iets wat je wil begrijpen. En dat verlangen om te begrijpen gaat ook nog eens gepaard met de wens om dat waar jij de tijd voor neemt, namelijk die 8 uur je afzonderen, om dat uiteindelijk weer te schenken als een product aan een wereld waarop je je betrokken voelt. Maar nog even terug naar dat moment van waarop ik zeg, ja, het is voor de mensen wordt het steeds moeilijker gemaakt om zich te concentreren. Je moet van een uitzonderlijke vasthoudendheid en van een... mijn definitie van talent is ook het vermogen om je te kunnen concentreren. Die wereld is erop uit om je eruit te halen. Pers of de media, de televisie, de reclame, vakantie. Er is eigenlijk nooit tijd. Mensen gaan wel op vakantie, maar ze zien de vakantie niet als een periode waarin ze zich eens even... Ja, maar het mooie is, juist omdat jij het koppelt aan talent, je zult je ermee moeten verzoenen dat er heel veel mensen in ieder geval niet per se kunstzinnig talent hebben bijvoorbeeld. Misschien wel het talent om kinderen op te voeden. Wat een andere vorm van concentratie vereist. Maar we mogen toch ook rustig zeggen, zonder hiervoor gestraft te worden, dat er mensen zijn die geen enkel talent hebben. Ja, dat komt voor. Die zelfs niet kunnen koken bijvoorbeeld. Ja. Ja, dat komt voor. Maar dus het talent om iets te maken, ben ik met je eens. Dat heeft alles te maken met concentratie. En met het vermogen en de lef om je tijd te beschermen en af te schermen van een binnendringende wereld. Zelfs als het een wereld van intimie is. Daarom is concentratie of het terugtrekken dat daarmee gepaard gaat, heeft ook altijd iets, levert ook altijd schuldgevoel op en gêne en... Ja, ik heb het ook als mezelf beschreven als een alibi. Hè? Iets waar je je achter kan verschuilen. Als je gewoon geen zin hebt in de werkelijkheid van het gezin bijvoorbeeld. Dat je dan zegt, nou, ik moet papa werken. Papa is even papa bezig. Moet werken. Maar je zit wel moeilijk met je vragen en met je definitie, want je koppelt talent en concentratie en tegelijkertijd maak jij iets wat je beschuldigt. Namelijk mensen theater inlokken om ze te verstrooien. Hmm. En bijna het tegenstelde aan concentratie. Dat weet ik niet. Je verstrooien, je vermaken, wat is uiteenvallen. Ik voel juist het omgekeerde. Ik voel, en daarom, ik weet niet meer of het nu nog zo heftig is, maar toen wij begonnen... En later ook met die grote programma's, was juist wat ik zo ervoer, is dat de mensen zo in de zaal zo gelukkig waren, omdat ze met mij in die roes kwamen. Waarin, zoals bij goede concentratie, de tijd wegvalt en de plaats wegvalt. En waar je helemaal overgeeft aan het moment zelf. Maar roes is toch... Zou je zeggen, tegenstelde concentratie is jezelf verliezen, is buiten de tijd, buiten de werkelijkheid raken. Ik vind een roes een gepermitteerde staat van concentratie. Dat is ook een concentratie. Ah, dat is een leuke... Juist omdat je in je roes afgezonderd hebt van de werkelijkheid. En juist een roes altijd heel erg in jezelf ervaart.
Ja, maar bij mij zou tot de definitie van concentratie behoren dat je wel heel erg betrokken bent op de werkelijkheid, maar in een geestelijke toestand. Dus je moet je fysiek onttrekken om psychisch en emotioneel en intellectueel heel erg betrokken te zijn op die werkelijkheid. Want niets is interessanter om over na te denken dan die werkelijkheid. Ja. Maar soms moet je je terugtrekken en ja, die wereld mag je even niet opvreten omdat jij erover na moet denken. Maar in die zin is het wel aardig om te kijken naar een fenomeen als een voetbalwedstrijd, waarin dus 22 spelers moeten, die zijn geconcentreerd om dat spel te spelen. En daar zitten dan 50.000 mensen omheen. Die zitten dan eigenlijk, proberen ze die voetballers uit hun concentratie te halen. En het ene deel van het publiek probeert ze in de concentratie te brengen door bepaalde dingen te roepen. En de andere supporters proberen ze door weer die andere dingen te roepen. Het is een enorm groot spel, verhevigd in wezen van wat zich in je hoofd afspeelt. Ja. Je wordt die kant uitgesleurd, die heeft iets, dat schuldgevoel, alles. En jij moet dat enorme gevecht leveren om bij die bal te blijven. Ja. Een soort concurrentie. Concurrentieslag in je hoofd. Ja. En daarom is een monnik natuurlijk, ja, het is prachtig, maar het is ook simpel. Ik bedoel, je gaat een klooster in. Een monnik is simpel, ja. En een kluis. Talentloze concentratie. Dat is talentloze concentratie. We zijn het over eens. Maar er is geen kunst aan. Er is natuurlijk wel, het is wel ook wel weer een voorstadium. Het is toch het voorstadium van de Renaissance. Het is toch, dat moest gebeuren om een volgende stap te kunnen zetten. Het monnikendom. Is noodzakelijk geweest om de Renaissance te laten komen. Om Luther tot... Ja. Ik heb ooit iets heel moois gezien in een programma waar een vrouw geïnterviewd werd. Die in de wereld, heet het dan nog, hè, hele mooie carrière had. Ik weet niet, als fysiotherapeut of wat dan ook. En die op een dag toch besloot om... Nee, als een heel behulpzaam beroep, verpleegster of dokter of zoiets. En die had toch besloten om in het klooster te gaan. En de interviewer vroeg haar waarom eigenlijk, waarom heeft u deze keuze gemaakt? U had zo'n zinvol bestaan in die wereld. U hielp mensen, u verzacht het lijden van mensen. Dus alles waar u nu in het geloof, als het ware, voor staat, deed u in de werkelijkheid. En toen zei ze, ja, zei ze, mijn wereldse bestaan had wel degelijk een doel. Zeg ze, maar het had geen nut. Zeg ze, en ik voel nu ik me terug, dat mijn leven, ja, het hoeft niet per se een doel te hebben. Het voelt als nut. Ja, dat soort onderscheiden wordt er gemaakt. Ik wil je tot slot nog vragen. Denk jij dat het mogelijk is dat er nog eens een keer iets bedacht wordt door iemand wat als volstrekt onmogelijk wordt beschouwd op het moment dat hij het zegt en later waar blijkt te zijn, zoals zeg maar de Copernicus die zegt dat de aarde om de zon draaide. Zullen wij nog als mensheid, maken wij nog zulke sprongen mee? Dat denk ik wel, ja. Wel? Er is nog zoveel niet verklaard, niet geduid. Maar heb je zelf enige aanhang waar we nog naar staan te kijken? Nou, die hele oerknal moet nog verklaard worden, hè? En dat vind ik wel spannend. Dat zou ik wel willen meemaken dat de natuurkundigen uitkomen bij dat eerste punt. Nee, dat beginpunt waar alles begint. Ja, maar het kan toch nooit iets begonnen zijn? Ja, het kan wel. Je vreest dat de fysica... Kunt u niet voorstellen dat iets begonnen is, dat daarvoor moet het dan toch iets geweest zijn, of niet? Ja, nou ja, als ze steeds meer dichterbij komen dat er wel iets uit niets kan ontstaan.
Dat, dus is inderdaad, dat is dus inderdaad de vraag waar de fysicus mee worstelt en waar ook de gelovige mee worstelt. He, dat niets willen verklaren of dat niets willen invullen. Dat... Is het zo eigenlijk, en dat vraag ik even als belangstellende student, dat filosofie heel lang voorgelopen heeft op hoe mensen leefden en daardoor het ook mogelijk maakte om gewoon een moreel en gedekt leven te leiden en dat wij nu in een tijd zijn aangeland waarin eigenlijk de losbandigheid, niemand weet meer waar hij zich aan moet houden en daardoor, ja, we zijn eigenlijk verzeild geraakt in een beetje amorele tijd. Zitten we bij de filosofie achterop? Hebben de filosofen geen grip meer op de massa? Ik denk niet dat ze het ooit hebben gehad. Niet? Nee. Kijk, het enige wat je kunt zeggen, de filosofie zelf is ook versplinterd geraakt. Het hele project om de hele wereld te verklaren met één filosofisch systeem, dat is voor het laatst door Hegel gedaan. Daar is de 19e eeuw mee geëindigd. Daarna werd het ook als waar beschouwd, hè? De rationaliteit van de geschiedenis enzovoort. En vanaf de 20e eeuw zie je een heel verbrokkelde filosofie ontstaan die alleen nog maar deelgebieden kan verklaren. En dat hele, wat ook altijd des filosoofs was, namelijk het ontstaan van de wereld verklaren, dat kwam bij de natuurkundigen steeds meer. Die steeds maar meetinstrumenten kregen, steeds meer... Kijk op die kosmos, maar op een fysische manier. Dus steeds meer wetten ontdekken. Is het dan het moment waar de mensheid, zoals het al in de Bijbel staat, op het moment dat er een tweedeling komt, ontspoort het? Gaat het fout? Gaat het mis? Is de kennis goed en kwaad? Zodra we dat weten, dan zijn we verloren. Fysica, metafysica, op het moment dat dat uit elkaar gaat, gaat ieder zijn weg en... En is er een... Ja, in ieder geval krijg je dan de wereld van de verschillen en van de keuze en van de vrije wil of de veronderstelde vrije wil, kiezen voor links of voor rechts. Maar tegelijkertijd begint daar ook het denken. Ik bedoel, het hele paradijsverhaal. Adam en Eva waren voor de zondeval, waren geen denkende schepsels, waren geen creatieve schepsels. Konden zelfs niet lief hebben. Er was ook geen verschil tussen man en vrouw. Het was een man-vrouw. Dus al het mooie begint ook bij de tegenstelling. Ja, tuurlijk. Ja, ik kreeg een keer een boekje van een man die zei... Ja, ze konden niet denken. Dus God zei tegen twee niet-denkende mensen... Je mag niet aan die boom komen. Ja. Dus het is net als tegen een hond zeggen... Je mag die worst niet opeten. Ja. Dat is natuurlijk... Niet goed bekeken, nee. Hè? Oh God, nee, had hij niet goed bekeken. Nou, ik denk dat wij hier wel 3 minuten uit kunnen, mevrouw. Dank u wel. Het was erg interessant. Leuk.